Herodotus, boek 5, paragraaf 92. Eta. Herodotus vertelt het verhaal over Periander, die van zijn overleden vrouw wil weten waar zij een in bewaring gegeven bezit heeft neergelegd. Via een dodenorakel spreken zij omdat ze al is gestorven. Melissa wil eerst kleding, want ze is naakt en koud doordat ze zonder haar kleding is gecremeerd. Periandros vaardigt hierop het bevel uit dat alle Corinthische vrouwen naar de Hera-tempel moeten gaan. Dan gaan we lezen wat is de reactie van die vrouwen. Hoi, men en zij nu. En er volgt een tegenstelling met ho, de hypostasis in de volgende zin. En zij, dat zijn dan de pasastas Corinthion gunaikas, uit de vorige zin, alle Corinthische vrouwen. Izan imperfectum is van Aimi gaan, in het Attisch zou het Izan zijn. En zij gingen, Izan hoos esten orten, alsof es orten naar een feest. Kosmoi to kalistoi, deze dativus is afhankelijk van het participium greomenoi. Greomoi heeft altijd een dativus bij zich, gebruikend. Kosmoi toi kalistoi, de mooiste kleren. Ze dachten dat ze naar een feest gingen, uitgenodigd door de koning. En dan trek je natuurlijk je mooiste kleding aan. Hodde, tegenstelling, maar hij, Periandros, hypostasis, een participium aoristus van hypoestemi, verdekt, opgesteld, hebbend, tous doruforus. Letterlijk zijn dat de speerdragers, hier te vertalen met lijfwachten. Maar hij, nadat hij lijfwachten had opgesteld, ab eduse, liet hij uitkleden, svea's met en svea's is gelijk aan het Attische auta's. Liet hij hen pasa's allemaal uitkleden, homoio's, een bijwoord te herkennen aan de uitgang. O's, dan heb je te maken met een bijwoord, zonder onderscheid op gelijke wijze. Herodotus geeft dan aan op welke manier er onderscheid gemaakt had kunnen of moeten worden. Dat doet hij door middel van een te-kai-constructie. Taas, te, eluiteras, te, achter een woord is hetzelfde als kai ervoor. Kai, taas, amphipolous. De vrije, phalangonaikas, kai en de bedienden, amphipolous. Dan twee participia, sum foresas, participium aoristus, nominatief is mannelijk enkelvoud, bij Periandros. En hij verzamelt hebbend, vul aan de kleding, es orukma, in een kuil. En hij is eb eugomenos, biddend, tot wie je bidt, staat in de dativus, die staat er weer voor, aan Melissa, biddend, kat e kaje, verbrandde hij ze. Daarmee wordt ook weer de kleding bedoeld. Het offer bestaat uit drie delen. Hij legt ze in een kuil, hij verbrandt en hij bidt, allen in de laatste zin genoemd. Om deze zin goed te kunnen begrijpen, bijvoorbeeld waar de dativus hoi poiesanti vandaan komt, gaan we eerst kijken naar de persoonsvorm e-frase. Zij, hij of zij vertelde. Dit dan to eidolon to is de nominatieve erbij. De schim, van wie die schim is, to wordt herhaald. Melisses, dat erachter staat, hoort er dus ook nog bij. De schim van Melissa vertelde. Aan wie zij vertelt, staat in de dativus. En hoi is ook hier weer autoi. Aan hem vertelde zij en bij die hem staat dan poiesanti, gedaan hebbend, tauta, deze dingen. Met tauta wordt het daarvoor beschreven offer bedoeld. Het plaatsen in de kuil, het verbranden van de kleding en het bidden tot Melissa. Deze dingen gedaan hebbend en pempsanti gestuurd hebben tot Deuteron voor de tweede keer. Dus hij is voor een tweede keer heeft hij een bode van Korinthe naar Ageron laten gaan met de vraag waar ligt het? En dan vertelde de schim van Melissa
Het leidend voorwerp wat zij vertelt moeten we nog even naar voren halen. Torgoron. Zij vertelde de plaats. En vervolgens hebben we hier te maken met een betrekkelijke bijzin. Es ton. Naar welke, op welke plaats Kat Eteke had neergelegd. To xainu van de vriend. Ten parakatateken. Het in bewaring gegeven bezit. Het onderwerp van Kat Eteke wordt niet uitgedrukt. Het is een derde persoon. Enkelvoud. Het onderwerp kan zowel Periandros als Melissa zijn. Als Periandros het onderwerp is, dan weet hij door vergeetachtigheid niet meer waar hij het heeft neergelegd en moet hij daardoor zijn dode vrouw raadplegen. Als Melissa echter het onderwerp is, dan is het goed mogelijk dat Periandros het ook helemaal niet wist waar zij het had neergelegd. Tweede optie, Melissa heeft het weggelegd, is mijns inziens het meest logisch, omdat Herodotus anders waarschijnlijk wel meer rugbaarheid aan de vergeetachtigheid van Periandros had gegeven.